Welkom op het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Sinds 2013 staan er enkele tientallen camera's in het park. Die nemen meer dan 1 miljoen foto's per jaar. U kunt ons helpen om te kijken wat er op deze foto staat. Elke camera heeft een sensor en die sensor detecteert warmte. Dus zodra er een dier voor de camera langsloopt, begint deze camera een aantal foto's te maken totdat het dier weg is. En als het nacht is, dan hebben we deze flits die de dieren bijlicht, zodat we ze toch kunnen zien. Het probleem is wel dat één zo'n camera makkelijk duizenden foto's maakt. Zeker als hier dit stukje intensief zou worden gebruikt. Dan is het al gauw veel te veel voor ons om al die foto's te bekijken. En daarom vragen we nu ook de hulp van het publiek om ons te helpen te vertellen wat op die foto's staat. U helpt ermee met wetenschappelijk onderzoek. In zijn omvang uniek in de wereld. En met die gegevens kunnen wij dan allerlei vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe reageren de dieren op recreatie? Hoe reageren ze op de winter? Hoe reageren ze op het weer? En zo kunnen we nieuwe dingen ontdekken over de dieren van de Veluwe. Denkt u nu, ik heb niet voldoende verstand van de natuur? Geen enkel probleem. Eigenlijk kun je zeggen, wanneer je een edelhert van een muis kunt onderscheiden, dat je aan dit project mee kunt doen. Op onze website geven we trouwens heel veel informatie over de verschillende diersoorten. Hoe ze eruit zien, de gedragingen en dergelijke. En ik heb uit het hele grote bestand van al die foto's die inmiddels gemaakt zijn, verschillende voorbeeldfoto's uitgezocht. Zowel van overdag als van de nachtelijke opnames. En je zult merken dat je al heel snel het verschil kunt zien tussen een edelhert en een ree, of een moeflonooi en een damhert. Maar let wel, het onderzoek is te belangrijk om zomaar te laten schieten. Dus ik zou het heel erg leuk vinden wanneer je mee gaat doen. Hartelijk dank en heel veel plezier ermee.